Deze zomer ontdekken we de mooiste plekjes in Lissewege en Zeebrugge. Robbe en Charlotte dagen elkaar uit en gaan op ontdekking. Wat weet je over het Zeemanskruis? Ik ga een keer op zoek. Weet jullie wat het Visserskruis is? Nee. Zouden jullie weten waar het Visserskruis is? Hoor het. Het is daar. Oké. Okay. Je stond er wel een beetje verder van, maar uit een beetje wel dicht te zien. Zo kijk ik voorstel dat ik een ritje mee te gaan met die boot. Van hieruit kunnen we het kruis goed zien. Waarvoor staat het eigenlijk? Dat zijn alle overleden vissers van op zee. Is een herdenking. Dat kruis is ontworpen door een Brusselse architect. En dan in de Noordlogo is dat plat mee van de Duitsman. En dan is dat weer opgerold geweest. En is dat een geschenk geweest dan, van een Belgisch betonmotschapier. Tijdens aan het passeren, ik zie het al bij de luiten, maar ik had de kruis die. U bent dus een visser geweest dan, als u het telkens passeerde? Voilà, ook uitrouden. Ik ben bij voor nog 14 jaar geworden. Dus ik speelde vroeger voetbal en als klein manneke had ik de kans om met Club Brugge te spelen. Wat een zeer riep en trok me en ik had ervoor gekozen voor visserman te worden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb 36 jaar visserman geweest. Ja. En ik kan zeggen, het was de juiste keuze. En nu nog steeds doet het eigenlijk heel veel, het kruis. Toen moet vast eens worden. Dat is een prachtig monument. Ja. Ik doe nog vele wandelingen met mijn noentje ook, hè. Rond dat kruis. Dat spreekt me dan.